mensen bij aflevering 31 LSP Divar bij Pre-Win Gaming. Vandaag gaan we weer lekker een drientje mee met Terrence. Terrence rijdt in een Touran. We gaan rondrijden, gaan lekker meldingen pakken. Hij heeft er zin in. Het wordt een lange dienst. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en weer tot de ochtend. We gaan een klokje rondwerken. Terrence heeft er erg veel zin in. Hebben jullie er ook zin in? Zo ja, doe dan even het blauwe duimpje omhoog. Dat kan Terrence heel erg waarderen. En ik natuurlijk ook. Dan gaan we zo lekker de dienst beginnen. We hebben net al een melding gekregen dat er verderop zouden bij een feestje zouden de cadeautjes gestolen zijn. Ik heb geen idee wat het inhoudt, maar die zouden ergens verstopt zijn. En dan gaan we die gaan we even zoeken. Dan gaan we kijken of we ze terug kunnen halen voor dat verjaardagsfeestje. Dat zou om allemaal leuke dingen gaan. Volgens mij ging het om een PlayStation of zo. Die zouden verderop, ja, natuurlijk zoals je kan zien is het een aardig stukje rijden. Daar zouden ze liggen. En dan gaan we dan nu even heen rijden. En dan gaan we kijken of we die cadeautjes kunnen vinden. Het is natuurlijk zuur zijn als het verjaardagsfeestje van het jochie of dat meisje niet doorgaat. Nou, dus gaan we even die kant op. Nou, we zijn nu in het gedeelte aangekomen waar de cadeautjes als verstopt zouden liggen. We gaan kijken of we die kunnen vinden, of we veilig kunnen stellen. Dat zou wel fijn zijn. Weet je, een aparte melding, wat heb je eerder gehad? Ik zette net LSP Divar aan en ik kreeg deze melding. Ik dacht, nou, die gaan we direct doen. Normaal zoek ik altijd eens wel even een meldingje uit. Ik denk van, nou, het is wel leuk om het eens mee te beginnen. Maar deze melding zocht ons uit. En ik ben erg benieuwd. Loopt het katje hier? Lachen. Nou, staan we te wachten op, volgens mij op niks. Dat is een stopstreep. Betekent dat je mag rijden tenzij er iemand aankomt natuurlijk. Je moet natuurlijk even stoppen en stilstaan. Ik zie geen stoplicht, dus we moeten gewoon even doorrijden allemaal. Want dat doen ze niet. Even toeteren. Hallo, gasten dan. Er is niemand. Anders krijg je een bekeuring. Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga dan anders omheen rijden. Hallo dan. Even kijken, meneer. Het is de bedoeling dat hij gaat rijden, hè? Hij zit een beetje te kloten met zijn computer in zijn auto. Nou, hij zoekt het maar uit. Ik ben bezig. Blaffende honden hier. Dat is steeds gekker hier. Even kijken. Het zou... Ik weet niet wat hier op straat ligt. Eens even kijken. Hé, hey, even geduld. Hé, hey, als je gaat toeteren naar mij, dan krijg je er een voor toeteren, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Hou die slinger. Nou, even kijken wat we hier kunnen vinden. Hier zou nog iets zijn namelijk. Ik heb misschien hier in het postding. Ik heb geen idee. Nou, ga even kijken. Hallo meneer, politie. U had gebeld. Ik heb al wat cadeautjes gevonden hier op straat. Is goed, zijn die van u? Klopt dat? Hallo? Kan ik met hem praten of niet? Oh, nou, ik hoef hem in ieder geval niet te... Ja, hé, hey, alsjeblieft, man. Nou, hier heb je de cadeautjes. Wat is het voor een rare melding? Dan gaan we even kijken of... Ik heb cadeautjes midden op straat gevonden. Nou, die had hij zelf ook kunnen vinden, gok ik. Maar ja, nou, dit was hem. Nou, super melding. Haha, nou ja, lachen. Even kijken hoe die hondjes hier... Hondje? Oh, daar staat een kerel bij. Nou, dan gaan we weer terug de auto in. Kijken of er nog een melding voor ons is. Want het is natuurlijk allemaal hartstikke leuk, die gestolen cadeautjes. Maar ik had wel iets meer verwacht dan dit. Attention all units. We've got a drug overdose. Nou, dan zou je om de hoek een overdose zijn voor drugs, zo te zien. Even kijken, waar moeten we dan heen? Kunnen we daar langs? Nee, nou, dan moeten we even langs de rand. Even een beetje het gas erop. Drugs overdoses kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Er zijn gevallen van bekend dat je er aan van kan overlijden. Nou, dus de melding weer uit mijn systeem gaat. Nou, dan zal er wel iemand anders te plaatsen zijn, is hij niet voor ons. Nou, we zijn nu gepiept voor de melding dat er mogelijk een gezocht persoon die zou op zijn werk verschenen zijn. Dan gaan we even kijken of we die aan kunnen houden. Op zijn werk natuurlijk. Hij zal ze niet vermoeden waarschijnlijk zijn dagelijkse klusjes aan het uitvoeren zijn en... Heeft geen idee dat wij er komen. Het schijnt wel een uniek iets te zijn volgens de meldkamer. Want hij is al een tijdje niet verschenen. Maar komt nou gewoon weer werken. Hij denkt waarschijnlijk dat hij niet meer gezocht wordt. Dus het verzoek is om er snel heen te gaan. We hebben geen toestemming. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon onze vrijstellingen. Dus we kunnen overal gewoon een beetje tussendoor en langs popelen. Dan komt het helemaal goed. Dan zijn we er al bijna. We zijn natuurlijk gewoon nog steeds politie. Dus we mogen door rood rijden. Alleen als het nodig is voor onze zaak natuurlijk. Niet zomaar voor de lol. Dat zit er gewoon absoluut niet in. Maar ja. Zoals nu hebben we natuurlijk de taak gekregen om die boef aan te gaan houden. Dus dan gaan we even de F omheen rijden. Dan gaan we gewoon doorgassen.
En dan rijden we lekker door. Snap je? Dan zijn we er alweer bijna. Dan gaan we gewoon lekker die boef aanhouden. Kijken of die er is. Ik heb er zin in. Even hier naar links. Nou, kunnen we aansluiten. Het is toch groen. Nou mensen, wel even gas erop, hè. Nou, hij zou hier dus werken. Nou, dat zal wel bij de botenclub zijn. Er lopen al twee collega's, dat is wel gunstig. Nou, wij gaan hier natuurlijk niet op wachten. Die staan hier wacht. Die gaan kijken. Hey, volgens mij zien we hem al. Even kijken. Oh, meneer, staan blijven. Hallo, mijn collega's achteraan. Oh, hebbers. Kijk, dit is wel heel vet hoor, jongens. Dit is echt wel heel vet. Al die eenheden die komen. Nou, hij wordt gelijk aangehouden door Mike met een baard. Nou. Dit was wel vet hoor. Overal assistentie vandaan. Dit was een. Dit was wel even genieten. Zo kennen het natuurlijk ook met LSPD Advice. Zeg, hé, hey, ik heb niet eerder meegemaakt. Goh, kikken. Nou. Ga je mee of niet? Kunnen we hem meenemen? Kunnen we hem omhoog krijgen? Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, die hoeven we niet in ieder geval. Nou, hij reageert niet. Ik denk, nou, hij neemt hem mee. Er is dan al transport geregeld. Nou, top. Yo, niks anders dan hulde. Kan niet anders zeggen. Zie je? Dit is echt vet, jongens. Zo hoort het. Gewoon met z'n allen werken. Boom, boom, boom. Erop. Dikke auto's, dikke actie. Ik hou ervan. Officers report a disturbance in the Maze Bank Stadium. Respond code 2. Nou, dus alweer een... Er zou weer een demonstratie zijn bij de Maze Bank alweer. Maar ja, worden gevraagd ter plaatse te gaan. Omdat er niet genoeg mobiele eenheid zou zijn. Nou, dat gaan wij natuurlijk direct doen. We zijn om de hoek. Dus we gaan even voorzichtig eromheen. Blauw aan. We hebben wel een beetje haast. Helaas weer geen toestemming van het OC. Een beetje flauw. Maar dat komt goed. Kijk, nu hebben we natuurlijk niet super voor. Oh, er komt een collega, moet ik even aan de kant? Nee, hij rijdt door. Nou, in ieder geval pakken wij hem hier door. Stopbordje rustig doorrollen, gasje erop. Kijk, daar is de bank. Ik hoor nog niks. Even kijken, waar kunnen we er tussendoor? Ja, jij. Oh shit, een aanrijding. Nou ja, dat regelen ze onderling. Alleen blikschade zo te zien. Daar moeten onze collega's ondersteunen bij de bank. Daar gaat hij. Laatste rode licht. Zometeen bij de kruising links, jongens. En dan zijn we er. Dan hebben we waarschijnlijk een dikke... Dikke demonstratie. Ik heb er zin in. Kijken of we het rustig kunnen oplossen voor een keer. Meestal wordt het alleen maar rosse hengsten en beuken. Wat uiteraard ook leuk is. Maar ja, dan heb ik dus assistentie nodig. We willen kijken of we een keer vreedzaam een protest kunnen oplossen. Even kijken. Nou, we moeten hier bij de meneer van het SWAT zijn. Nou, daar zijn we. Hey vriend, hoe is het? Hey. Wat zullen we doen, vraagt hij. Nou, ik mag kiezen. Wachten en kijken wat ze doen. Traaggas gooien, shotguns of uit elkaar doen. Nou, ik denk als we shotguns gaan gebruiken, wordt het vechten. Ik denk als we ze uit elkaar gaan drijven, wordt het vechten. Misschien als we wachten op ze, wat ze wat doen, dan niet. Dus ik zeg 1 en dan pak ik wel alvast mijn knuppel. Want we gaan natuurlijk hier in linie staan en het wordt waarschijnlijk echt kapotheid rammen en beuken, want het zijn er echt veel. Hier, dat bedoel ik. Kijk, afstand houden. Wegwezen, gelijk. Oh, 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 oh. Assistentie. Afstand houden. Afstand houden. Blitzie. Wegwezen. Oh, afstand houden, meneer. Achteruit. Wegwezen. Assistentie komt eraan, jongens. Oh, ik sla mijn collega in. Shit. Oh. Oh ja, ik word alleen maar aangevallen. Ik ga zo, als we zo doorgaan, ga ik vuurwapen pakken. Oh ja, ik sla iedereen neer. Dan komt de hulp al. Collega's op. Oh, die komen niet natuurlijk. Oh. Hey, nou oké, dan moet het zelf oplossen. Bij die melding hoort dat niet. Prima. Dan gaan we helemaal rampage achteruit. We worden echt een soort supercom. Bam, bam, bam. Kom maar. Boom. Rammen die handen op. Pop. Hop. Zo jij, achteruit, gek. Op je plek. Hier, liggen. Iedereen is aangehouden. Allemaal liggen. Hup.
Dit, ja, niemand luistert hier. Niemand luistert meer. Oh, vechten tegen twee tegelijk. Het lijkt hier wel Amerikaans worstelen, joh. Het is gewoon full rampage. Het is wij tegen hun. Het is overleven. Het is strijden. Maar wij gaan winnen. Oh. Hier, Willy Wonka komt met zijn staartje. Die denkt te winnen. Alsjeblieft, vriend. Vol op uw koekit. Nou, je maat hier ook. Lig jij. Op. Wat sla je bij? Hier. Hier. Achteruit, jongens. Vechten voor je leven hier. Er komt dus geen assistentie meer. Hier is waarmee we het moeten doen. Appetij. Van. Nee. Hier. Appetij. Afstand daar. Iedereen die me aanvalt, die sla ik. Of trap ik, uiteraard. Ik ben net hoekst te pakken. Achteruit, mensen. Tjonge jongens. Altijd knokken hier, jongens. Echt voor. Kijk hoeveel. Al die mensen zijn al aangehouden. Zo. Die drie met de haren. Nou, gaan we even kijken, snel kijken of de. Ja, of de assistentie al doorkomt. Dat zou wel gunstig zijn. Daar komen ze hoor. Oh, uitkijken mensen. Holy cannoli. Zo. Nee, waar moet hij nou altijd mee aanrijden? Altijd, hè? Nou, fuck it. Ik ben in ieder geval wel blij dat jullie er allemaal zo snel zijn. In ieder geval, het ziet er weer heel cool uit. We zijn weggeroepen. We rijden de verkeerde kant op. We zijn weggeroepen voor een melding bij de ambulance. Die zouden verderop in nood zitten. We moeten ook dringend even politieagent heen. Gaan we nu direct heen. Kijken of we die ambibroeders kunnen ontzetten van het kwaad dat hun geschiet. Echt, dus we rijden weer de straatstenen eruit, zoals dat heet. Het is gewoon harder rijden dan normaal. We willen natuurlijk zo snel mogelijk onze broeders helpen. Kijk, ze zijn aan het vechten. Uh-oh. Nog een eenheid te plaatsen. Wordt knokken, jongens. Uitstappen. Achtervolging de voetoszee. Nou. Een extra eenheid aanrijdend. Komt wel goed. Die is er al zo te horen. Gaan we even kijken. Hier, mevrouw, staan blijven. LSPD, drop it. You're making things work. Nou, even aanhouden. Mevrouw bent aangehouden. Benieuwd het antwoord is verplicht op recht van advocaat. Ga bij het politiebureau. Komt u maar. Nou. Dan gaan we. In de auto zetten en dan gaan we hem meenemen naar het bureau. Dan gaan we er even af laten taaien. Ik weet niet waar ze is. Hallo, mevrouw. Hebben zij er nou meegenomen? Dat zou wel flauw zijn. Waar is die vrouw heen? Nou ja, ze is gedierspand. Dat is zonde. Nou ja, kijk of er nog een melding is voor ons. Die vrouw is er niet. Helaas, ik had haar graag weg willen brengen. Nou, we zijn nu op weg richting een collega. Die zou assistentie nodig hebben voor een vervoertje. Dus gaan we even die kant op. Gaan we even kijken of we hem kunnen helpen. Nou, we zijn bijna bij de collega. Die zou, als het goed is, op de kruising staan. Gaan we even kijken wat er aan de hand is. Is het een arrestatieteam of zo? Beetje vaag. Nou, laat mij er maar even bij. Oh, nou, het is een FIB. Dan is dit model ook nog niet gedaan. Nou, dan doen we maar alsof het een undercover agent is. Hallo vriend en vriendin. Oké. Nou, kom maar mee. Nou, ze hebben pech, denk ik. Krijgen we nou dan? Nou. Mijn vrienden van de undercoverpolitie moet ik terugbrengen. Nou, het zal wel. Dan brengen we ze toch terug naar het politiebureau. Dat is geen probleem. Dan doen wij dat even. Maar wat hebben onze vrienden. Gaan ze nog eens even goed bekijken. Wat hebben onze vrienden allemaal gedaan? Alles is schuld. Ook weer ergens iemand in de achtergrond. Nou, we zijn bijna op het politiebureau. Gaan we even.
droppen we zelf af en dan gaan ze maar lekker hun ding doen. Dan gaan wij weer die melding pakken. Dan geen taxidienst. Non de jus. Nou, opbokken. Dan gaan we. Dat dacht ik. Precies. Nou, wij staan weer op 1. Kijk eens wat eten valt. We hebben niet gegeten vandaag. Even serveren bij het bioscoopgebied. Gaan we kijken of er nog een melding komt. Attention all units. We have a possible stolen vehicle in... Gestolen auto op de hoek. Nou. Dat denk ik niet. Je gaat niet met mij mee, Floris Flepperstein. Ik ga lekker alleen. Nou, daar gaan we. Prio 1 achtervolging. Heerlijk. Ik heb er zin aan. We scheuren voor uw leven. Zo veilig mogelijk. Zo, het is een grote truck. Hoe gaan we die ooit te stoppen krijgen? Nou, we gaan het meemaken. Vijf mijn collega's een stopbord al aan, zie ik. Dat is ELS. Hartstikke geinig. Ik werk zelf nog niet met ELS, want het is echt enorm bout als je met je toetsenbord... Oh, hij heeft zichzelf klem gereden. Nou, ik ga denk de achtervolging overnemen. Oh, nou. Even hop, chop, chop, gas erop. Kijken of we hem tegen kunnen houden. Tot nu toe is het alleen maar... Oh! Achter hem aanrijden. Ik ga nog even een helikoptertje erbij vragen, zo. Attention all units. We have units requesting helicopters. Ja, als de OC heeft u een Zulu op luister over. Dankjewel. Ja, dan kijk. Daar komt onze backup weer. Oh. Dit is niet normaal, hè. Hij beukt ons. Voertuig geramd ons. Nou, wat gaat hij doen? Nu is er geen begin al aan. We kunnen alleen maar achtervolgen wachten tot ze benzine oploopt. Ja, en wachten tot... Dan komen ze weer. Tot er weer een of ander Camaro-voertuig door de hele situatie heen komt vliegen. Nou, dan rijden we erachteraan. Hij rijdt zichzelf klem. Afzetten, jongens. Nee, ja, als hij ons beukt, zijn we er geweest. Oh, aanrijding met de burger. Zo, de knetten. Nou, dat hebben we even niet gezien. We doen maar net alsof dat niet gebeurd is. Dan gaan we nu weer achteraan. Die man rijdt echt als een maniak. Zo kan ik echt niet de kruising over, hoor. Oh, hij rijdt zichzelf klem tegen de paal. Hup. Nee. Ah, jammer. Hij glitst hem weer terug. Oh, dat is jammer. Anders hadden we hem. Oh. Nou, dan gaan we... Weer. Dat beukt al mij niet. Echt waar, die gasten. Ik wil hem zo graag pakken, hè. Dat is niet normaal zo'n voertuig. Oh, hij ramt weer een paal. Hij staat uit. Oh, deur eruit. Meneer, staan blijven. Achtervolging de voet, OC. Komen de collega's aan als ze me maar niet aanrijden, want daar zijn ze heel goed in. We hebben hem. OC, hier de 0602, 1 AT, hoofd. Nou, aanhouden. Hij geeft zich over. 1 arenstand. Nou, lekker, daar zijn we blij mee. Nou, dan gaan we hem maar even naar het bureau brengen. Gaan we eerst even de... Zetten we hem in de politieauto, dan gaan we even die monster truck daar in de zijkant neerzetten, dat hij niet meer op de weg staat. Inderdaad, stap jij maar even in. Zo! Daar ging mijn backup weer. Nou, zet even die zwijgende sirene uit. Parkeer mijn auto even hier. Op slot met de verdachte erin. Is even niet anders. Die vrouw heeft iets te roken nodig. Nou, bij mij niet in ieder geval. Arrivederci. Nou, die zetten we even hier neer zo. Dan staat hij netjes. Sleutels eruit. Zo, huppatee. En dan rennen we even terug naar de auto en dan gaan we de verdachte brengen. En dan willen we naar de dichtstbijzijnde gevangenis en die is natuurlijk om de hoek. Nou, dan gaan we er even naartoe. Assistance needed. An ambulance call. Requesting escort in Davis. Ja, we hebben of we een medische escort kunnen geven. Nou, dat kunnen we op zich wel doen. Moeten we eerst even deze man wegbrengen bij de gevangenis. Dan gaan we even het blauw erop gooien, want
Klopt dat het hier is? Nou, ja, we kunnen in principe. Zou dat, ja, ik weet niet of dat te gelaten tegelijkertijd. We hebben natuurlijk ook nog die verdachte achterin zitten. Nou ja, die zit prima. Mooie, mooie brandweerwagen, jongens. Niet normaal, hè? Ik denk dat hij een ambus staat. Nou, we gaan eerst even met die verdachte achterin. Ja, dat is wel heel uitzonderlijk. Dat we een begeleiding gaan doen. Ja, het is om de hoek, dus we zetten gewoon de weg af. Dan zetten we hier even de kruising af, zodat het verkeer ge... Oh. Komen jullie nog of niet? Daar komen ze. Ik blok even de weg hier. En dan gaan ze hier naar links en dan moet ik even... Ik weet niet of ze dus rechtdoor gaan. Ja, kijk, dat doen ze wel vaker. Dan rijden ze rechtdoor en dan weet ik niet meer waar ze heen gaan. Kijk, dan gaan ze hier de stoep op. Dan rijden ze iedereen voor de sokken. Dan rijden ze een stroompaal eruit. En dan gaan ze hier lekker staan chillen. Dat is op zich wel gezellig, maar de patiënt moet naar het ziekenhuis. Dus als het vriendelijke verzoek is of men zo even naar links wil. Nou, ik gooi wel even met sirene uit. Ik ga kijken wat ze aan het doen zijn. Hallo? Manschappen, we moeten de andere kant op. Ik vind het wel een beetje apart. Nou ja, ik ga ervan uit dat zij hun missie geslaagd hebben, want we zijn bij het ziekenhuis. Ik vind het helemaal mooi. Dan gaan wij even op de map kijken, want you lost the ambulance. Nou, jij bedoelt dat hij mij kwijtraakt. Even kijken, dan gaan we naar dit bureau. En dan gaan we daar natuurlijk de verdachte wegbrengen. Gaan we even kijken of we hem in de cel, ophoudcel kunnen stoppen voor geleid aan hulp of civiele justitie. Dat zou vet zijn. Dat zou heel, heel, heel vet zijn natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij er is. Volgens mij is hij dat digitaal met het hoofdbureau. Oh. Nou, dat was een rondje van de zaak, zullen we maar zeggen. William 2, copy that. We're in the vicinity. Stoppen. Komt er nou een trein aan? Er komt een trein aan. Hou maar op. Er komt gewoon een trein aan. Nou, dat is een tram. Tram. Wat zal het wezen? Een tram. Zou ik kicken zijn als je daar HTM dingen van kan hebben. Dat zou wel vet zijn. Die wil ik wel hebben. Kijken of we die ergens kunnen vinden. Dat zou wel cool zijn. Weet je, de Rotterdamse tram metro in mijn spel. Dat zou wel cool zijn. Dat zou heel, heel, heel cool zijn. Ja, nou, dan gaan we hem inlaaien hier zo. Uitstappen. Kom maar. Nou. Hey, dat is wel bijzonder hè, als je een keer een transport mee maakt van de ambulance achterin. Kom maar mee, ouwe boef. Kom maar binnen. Goed zo. Ze staan hier weer te chillen. Dat is niet normaal hè. Elke dag. Nou meneer. Kom even mee in het hokje. Ja, dat is de bedoeling dat hij door de deur heen gaat, inderdaad. Nou, gaan we even staan. Je wordt zo voorgeleid aan de hulp of justitie. Die gaat toetsen of de aanhouding al niet rechtmatig is. Daarvoor heb je natuurlijk ook nog het recht om met een raadsman te spreken. Als je wat eten en drinken, moet je even de collega vragen die verderop aan de balie zit. Voor de rest ga ik ervan uit dat alles je wel duidelijk is. En ik wens jou nog succes met het afronden van deze zaak. En een fijne avond voor zover het mogelijk is. Lincoln 18, citizens report a disturbance in Mirror Park. Zo, er komen meerdere meldingen tegelijk binnen. Eén daarvan is een overval, daar gaan we direct heen. Wordt contra gebeld, dat wil dus zeggen dat de meldkamer momenteel aan het bellen is met de supermarkt. Te kijken of het echt is en ondertussen rijden wij natuurlijk volgens protocol naar de supermarkt. En aangezien ik de eerste wagen ben, mag ik, als het goed is, direct naar de winkel te kijken of het in orde is.
Nou, we zijn er bijna. We gaan hier zo naar links. De straatstenen eruit, jongens. Ze willen overvallen. Oh. Nou, ga maar aan de kant. Oh. Even kijken hoor. Lopen mensen op straat. We've got a 148 in... We gaan even voor arrestatie erbij. Achtervolging. We gaan ze klem rijden. Er wordt geschoten. Schiet de politie, laat vallen het wapen. Laat vallen, je bent aangehouden, op de grond liggen. Geen verdachtebeweging, maar ook verdachtebeweging wordt er geschoten. Laat je handen zien. Laat je handen zien. Welke verdachtebeweging wordt er geschoten? Oh, kijk. Hij ligt op de grond. Zijn veilig. Achtergecheckt. Oh, nou, daar gaan we weer. Ja, dat blijft helaas een puntje van GTA. Op het moment dat de wapens in het spel komen, dan zijn die pets natuurlijk helemaal wild. Ja, nou wordt mijn verdachte wordt neergemaaid. Hé, hey, gasten, bedankt hoor. Nou, ik ga ervan uit dat mijn backup er vandoor gaat. Dat ik in ieder geval één verdachte kan oplappen. Dat is helaas het nadeel als je wat backup hebt van computers. Dat gaat niet goed. Ga in ieder geval kijken of wij de wapens kunnen veiligstellen. Dat zou wel boven zijn. We hebben in ieder geval wat geld van overal uit de klant even in de stabiele zijligging, zoals het heet. Even de wapens veiligstellen. Komen de ambulances in ieder geval mooi in optocht. En dan zien we het wel. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Iemand? Hij doet iets. Hallo? Nou, die leeft niet meer hoor. Nou, het arrestatieteam is inmiddels ook te plaatsen. Ze kunnen niks meer doen voor de slachtoffers, hoor ik net. Dan houdt het op. Dan mogen wij van de chef mogen wij door naar een andere melding. Nou, maar dat was nog weer aflevering 31 LSPD van waarbij Prewayne Gaming. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Dat zou ik erg waarderen. Abonneer op mijn kanaal. Volg mij op social media. Instagram, Facebook, Prewayne Gaming. Check ook even mijn website www.prewaynegaming.nl. Bedankt voor het kijken en tot morgen 16:00 uur weer een nieuwe video.